Knolpower. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. We hebben ook super uitgeslapen en we hebben zojuist genoten van een heerlijke douche en van een ontbijtje op bed. Het was alleen echt veel te veel. We hebben gewoon 2 dienbladen vol gekregen met mega veel broodjes en lekker toet. En hier gewoon appels en aardbeien en echt veel te veel, niet normaal. En hier cappuccino en broodjes, het was super lekker. Dat was echt heel lekker. We hebben in ieder geval heel erg genoten. Het was echt heel erg gezellig. Dus gisteren de verjaardag van Myron gevierd. Geslaagde dag, mocht je het niet gezien hebben, check dan de vlog van gisteren. En we gaan er nu vandoor. En het schijnt heel erg mooi weer te zijn. We krijgen er hier niet zo heel erg veel van mee, omdat we in een soort van thema suite zitten. Waar we omringd zijn door boerderijen. En het best wel donker is. Boven een klein raampje open, er schijnt de zon een beetje doorheen. Maar laten we naar buiten gaan, laten we even kijken. Nou, we zijn een klein stukje aan het rijden. En ik zag al meteen weer wat diertjes staan in het prachtige mooie natuur hier zo. Alleen het zijn geen dieren. Ja, daar zijn hertjes, maar kijk dit. Dit is echt serieus. Geniaal. Ja, alpaca's. Hé, hey, die kunnen ook spugen. Kijk dan, hij is heel nieuwsgierig. Wow, hij is mooi geschoren. Oké, we springen even over dit slootje heen. Kijk, hij is hier niet laat. Hé, kijk. Nee, die komt wel terug. Wow, die is echt mooi geschoren. Besef hoe zacht hij was toen hij nog huid had. Het zit nog zo op zijn hoofdje. Oh, kijk, die kleine komt hier ook heen. Kijk nou. Hey. Hallo. Hey. Hoe is het met je? Kijk dan. Dit is toch geniaal? Ik wil ze zo graag aaien. Nee, ik kan ze wel een beetje aaien, denk ik, als ze hier komen. Kijk dan, wat een mooie beest, hè? Echt grappig. Oh, zo lief. Wat is dit? Is dit een soort liefdesdans of zo? De olifant is dat wel zo. Kijk dan. Heeft de ene nou op de ander gekweld bij dat donkere stuk? Ja. Gadverdamme. Gadverdamme. Wel gaaf hoor. Die zijn echt nog maar net geschoren volgens mij. Ja, volgens mij ook. Maar kijk ook hoe ze hier wonen joh. Supermooi huis. Ja. Kijk dan, supermooi stuk gras hier zo. Daar verderop dus hele mooie hertjes. Ik vind het echt leuk om op deze manier even te stoppen en even te kijken. Ja. Maar je kan dus wandelingen doen hè, met alpaca's. Alpaca's, ja. Dan kun je ze meenemen. Ja, dan heb je gewoon wandelingen mee. Want die moeten ook soort van lopen of uitgelaten worden, ik weet niet precies. Echt? Maar ja, je kan met alpaca's knuffelen of ze uitlaten, lopen, wandelen. Wow, vet. Ja, dus toen ik deze zag, dacht ik van, oh, geniaal, ik wil ze echt even een keer van dichtbij bekijken. Want ik heb alpaca's nog nooit van dichtbij bekeken. En ik denk echt dat er wel redelijk wat mensen zijn die geen eens wisten dat alpaca's bestonden. Nu hebben we ze wel geschoren gezien. Normaal is ze zo'n lekker dik vachtje. Ja, wat ze op hun hoofd hebben, hebben ze normaal gesproken op hun buik en rug ook. Maar goed, nou, dat was even een leuke stop, toch? Net zoals dat we gisteren even bij de schapen wezen keken. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden. Net als dat we gisteren even bij de schapen zijn wezen kijken. Juist. Zijn we nu heel even bij de alpaca's. Alpaca's. De klemtoon. Is het alpaca of alpaca's? Ik denk alpaca. Alpaca. Zoiets. Maar ik heb er geen verstand van, dus misschien is het ook wel anders. Laat het even weten in de reacties, hoe je dat ook gaat neerzetten. Of hoe je het ook gaat uitleggen, ik ben benieuwd. Zo hé, wat een lawaai. En we hadden het er gisteren nog over dat we zouden onthouden en zouden filmen voor de 55555. Verdorie. Zijn we gewoon serieus vergeten? Ik heb nu ondertussen 55.577 kilometer gereden met deze auto. En we wilden dus serieus gaan filmen bij de 55555, maar dat zijn we dus gewoon vergeten. Echt stom. Ja, en ik zei nog zo, dit is iets wat we gaan vergeten. Dan moeten we gewoon echt op een of andere manier onthouden en alsnog vergeten. Maar goed, we gaan er weer vandoor. Het waren leuke diertjes. Ja. Gelukkig hebben ze niet gespuugd. Dat kunnen ze dus echt doen, hè? Ja, klopt. Dat is echt vies. Echt zo'n vieze rochel. Ja. Dat kunnen ze echt doen. Oké, dames en heren. Nieuwe locatie. Namelijk, waar we gisteren ook even... Ik zit bij je in de auto. We stappen tegelijk uit. Denk je nou echt dat ik daar van... Nee, ik zit daarachter. Ja, dat zie ik toch ook wel in mijn ooghoek. Daar schrik ik er niet van. Ik weet toch dat je ergens bent.
Maar kijk, hier staat de motor van mijn moeder. En Ducati Monster. En mijn moeder die heeft voor haar verjaardag van Gert, de vriend van mijn moeder, een verjaardagscadeau gekregen. En dat is een gloednieuwe uitlaat. En die ziet er heel erg tof uit. Ik heb op mijn auto een Akrapovic. En onder mijn motor ook een Akrapovic. Maar mijn moeder die heeft een Scorpion. Red Power. Dat ziet er wel cool uit. Ja, het past echt goed bij de motor. Ja, het past heel goed bij de motor. Oh. Dus ik ben benieuwd hoe deze klinkt. Ik ben echt heel erg benieuwd. Mijn moeder die heeft het alleen gezien op een filmpje. Ze heeft het uiteraard zo net zelf gehoord toen ze hem ging ophalen. Ze heeft hem echt een uurtje geleden opgehaald. En aangezien we nog in het noorden zijn en dus in de buurt, wilde ik heel graag even horen. Want ik vind het wel heel erg vet. Sowieso stoer dat mijn moeder op haar 54ste, sinds een paar dagen, dus nog steeds motor rijdt. En nu gewoon met dikker geluid. Ik vind dat echt vet. Oh, yo, yo, yo. Het is echt een kleine motor, hè, vergeleken met die van jou. Ja, maar het is echt zo'n dikke tank ook en zo. Deze is dan in één keer zo licht. Ja, echt mooi, hoor. Ja, het is heel, heel nice. Je kan lekker sturen. Ja. Er zit iemand te kijken, jongen. Oh. Sorry. Zit er gewoon lekker in dan. Dit zou ook de hoogste zijn die ik moet hebben. Ja, je komt hier heel makkelijk bij de grond. Deze zit wat lager, zo expres. Nou, ik hoop dat mijn moeder snel komt. Ik wil het wel eens horen. Maar ja. Het is nog helemaal warm. Oh, dat komt natuurlijk van mijn... Denk ik wel, ja. Het is helemaal warm daarvan. Sick hoor. Moet ook altijd met die houding, hè? Doe het eens normaal, als je normaal staat. Nee, normaal. Hallo. Hi. Hallo. Kijk, hoor links, heb ik ook geoefend. Oh, ik kon het beter. Nee. Ik kan het ook. Ja. Ja, maar jij doet het ook naar voren. Ik ga wel goed, hè? Zo hard, hoor. Jij gaat ook zo. Links kan ik het totaal niet. Nee, links moet je heel erg oefenen. Oeh, dat was hem. Oh mijn god, kijk wat we hebben ontdekt. Ja, daar zit daar gewoon een geheime brief. Geheime brief, misschien weet mama het. Loterij. Oi, 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 misschien zit er wel 10.000 euro in. Pak jij hem, ik geef je voetje. Nee, laten we het eerst aan mama vragen. Hallo. Mama Knolpower. Hi. Je bent naar de kapper geweest, hè? Ja, de meeste mensen krijgen lang haar. Een kort haar. Jij krijgt lang haar. Maar jij krijgt langer haar. Nee, ik vind het wel mooi. Lief. Hallo. Een mooie lengte. Ja, mooi. Oh ja, het is helemaal niet dik. Ja, dit is hetzelfde momentje als gisteren met die nagels. Ik voel dit helemaal. Ja, super gaaf. Hey mama, weet jij over de verborgen brief? Kijk eens even hier. Ja, we hebben een verborgen brief gevonden. Wat is dat? Oh. Heb jij erin gestoken? Nee. Nee, dat zien we echt net. Zal ik hem pakken? Ja. Ja, ik denk een liefdesbrief voor mij. Oh. Oh! Het is geen brief. Oh! Heel. Ah. Hij zit er al heel lang. Ah. Wat is het? Het zit echt al lang. Ah! Met een vieser. Oké, laat me zitten. Er staat niks op. Ik heb al... Stop. Weet je wat het is? Ik denk dat er lekkage is en zo doen wij dat hier in Assen. Zo stoppen we de lekkage. Zou heel goed kunnen dat er gewoon een gat zat daar en dat ze er een papier tussen gestopt hebben. Ja, er staat ook niks op ofzo. Nee. Je handen zijn echt... Wil jij deze hem vasthouden? Wat schiet ik daarmee op? Tuurlijk. Sorry man. Hij is vervelend. Wat is dit? Mooie camera! Hey, dat is de nieuwe camera! Dat is de nieuwe camera! Oh, super sick! Ik ben daar super blij mee. Oh, nice! Ik ben zo verwend, joh, met alle... Ja, ik ben ook blij dat je eindelijk een goede camera had. De andere was echt een stromding. Ja, is toch zo? Nou ja, je moet toch ergens mee beginnen? Yo, vloggers around the world, yes! Ik ben hier samen met mijn mother. Het is mijn camera dus, hè? Oh, yes, dit is de camera of mijn mother, Irma Knul, yeah! Ja, het is echt een leuk cameraatje dit. Ja, leuk hè? Super sick, kijk dan. Ja, mooi hoor. Oh, moet even in het licht. Kijk. Oh, een beetje overbelicht nu. Ja, maar nu is hij mooi. Past eraan. Hier, kijk dan. Ja, wow. Kun je dat ook zien met die? Ja, als je inzoomt wel. Wauw, mooie camera. Wow. Ja, super cool hoor. Dit is echt een gaaf camera. Het is, jeetje, wat een leuk verjaardagscadeau hè.
Oké, wij gaan daar staan, ja? Oh ja? Oh ja? Oh ja? Oh ja? Ik heb één keer een ochtend met Enzo beleefd dat hij dat de hele ochtend zei. Of, oh nee. Oh ja? En toen zei hij stop eens, zei ik, oh nee. Weet je wat ik altijd heb nu aan hoor? Nee? Toen hij thuis woonde. Nou? Mama, 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 mama. Ja, dat is mijn favoriete woordje. Ja, als je echt iets wou, dan zei hij niet gewoon mama. Dan was het mama, 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 mama. Oh mijn god. Mama, 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 mama. Ik weet het nog heel goed. Ik zei altijd mama, 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 mama. Ken je dat filmpje van Peter Griffin? Van wat is dat ook weer? Peter Griffin. Van Louis. Dat zegt mam, mam, hey mam, Louis, Louis, mam, mam, Louis. En dan zegt die moeder uiteindelijk, wat? En dan zegt hij, hi. Oh ja. En dan rent hij weg. Die zegt, geniaal. Oh, nu ben ik echt heel benieuwd. Ja. Ik weet nog wel een beetje wat die vorige was. Oh! Oh! Oh, is echt veel harder. Echt mooi. Oh, hoorde je dat? Ja, ja, ja. Dat was zo'n knal. Ja, die knal hoor. Ja. Ja, dit is heel zwaar, lekker geluid. Oh. Echt mooi. Sick. Yes. Mama. Oh, sick hoor. Ja, ja, heel vet. Oh, 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 oh. Nou, gaat hij er weer vandoor met jouw motor. Stiekem had hij hem gewoon voor zichzelf moeten kopen, volgens mij. Ja. Wauw! Echt mooi, hè? Super vet! Ja, echt een mooi zwaar geluid. Ja, echt, echt veel beter geworden. Tenminste, echt wel een goed verschil. Ja, super. Ja. Enorm verschil. Ik zei, hij is voor mij nu af. Ja. Ik moet alleen even schoongemaakt worden. Ik heb met mijn helm ook hier allemaal vliegjes. Dat is echt enorm. Ja, echt veel vliegjes. Even weer, Als ik motor rijd, dan rij ik ook met zo'n verdelgerbusje. Dan de ene hand geef ik gas, dan spreek ik het voor me zo. Super cool, het is geslaagd. Dames en heren, ik geef het 10. Het is echt super vet. Ja. Het is echt nice. Ik vind het vet dat er staat knolpower hier zo. Ja. Het is echt... Ja. Het staat red power. Maar het is ook mooier geworden. Ja, zeker. Ja, het past er echt goed bij. Hoe chill is dit? Yo, what's up? Yo, what's up? Doe je ook kippers? Oh, ze zitten hier lekker met z'n drieën in de schaduw, zitten ze lekker te chillen. Oké, okay, we gaan even de schreeuw lelijk van Assen ophalen. Zo, paal voor de deur. Ik heb zojuist de moeilijkste opdracht in mijn leven gekregen. En dat is Enzo, doe een beetje rustig, want hiernaast hebben ze les. Ik vind het zo moeilijk om me in te houden, echt. Dat kan jij niet. Maar goed, ik ga in alle rust, met alle souplesse, ga ik jullie laten zien... Hoe ik met deze prachtige driver. Moet je zij ook zacht? Gaan we wat zachter? Nou, heb ik het net. Mag ik mijn oor lopen? Daar kan ik ook wat van hoor! Heb ik het net uitgelegd? Ah, je doet al wat rustig man. Eindmaal! En nu serieus? Hij gaat me veel te veel geweld. Nee, ja, dat wel. Met beleid, jongen. Kom op. Mooi bal en zo. Ja, moet gewoon rustig. Heel rustig. Ja, easy. Hey, voor het begin. Ja. Je hebt daar een hek en hij ging rechts van het hek. Nou, Dennis. Ik hè? Ah! Oh. Als die fietsers daar nu waren. Hij ging wel rechts ook. Hij moet links hè. Ja, golf is echt moeilijker dan je denkt hoor, mensen. Ik vind wel dat je mooie golfschoentjes aan hebt daar. Jeetje! Bij de bank, hierheen. Talentje hoor. Super. Ja, gaat goed hè? Ja. Zal ik mijn specialiteiten laten zien?
Ja, eigenlijk is mijn specialiteit zonder shirt, maar ja, dat mag niet meer. Bijna, hè? Nee, maar Enzo... Het is veel te warm, ik ga niks meer doen. Lekker gaat die, wat lekker. Ja. Ik zie hem ook helemaal niet. Jeetje, Mina. Die Dennis die slaat echt hard. En die raakt ze ook goed. Het gaat echt lekker, man. Ja, gaat goed, hè? Voor de eerste keer. Ja, dit is gewoon je allereerste keer. Spiegeltje eruit. Die ging niet zo lekker. Het gaat de hele tijd lekker, maar deze was niet zo goed van Dennis. Maar dat zul je altijd zien, hè? Dan gaat het lekker en dan pak ik de camera en dan film ik en dan pom, vol tegen de houten zijkant. Hé, hey, kijk eens. Ze gaan echt al lekker. Ja, ik hoor het. Hoor je dat? Ja. Dat klinkt gewoon als perfectie bijna, hè? Ja. Jij straks ook nog even, hè? Je hebt een nieuwe concurrentie bij. Meestal degene die je meeneemt zijn niet zo goed als jij, maar... Ja, dit zijn wel twee toppers. Ja. Ja, weet je wat het is? Het is vandaag 30 graden. Het is zo ontzettend warm en klam. Dat serieus, bij drie keer slaan heb je het zweet al lopen achter je oren. Ja. En ik heb ook al een half uur lange zwanes. Dus het is echt verschrikkelijk. Dus het is heel, heel, heel warm. Maar goed, we gaan gewoon lekker ervoor. Ja, we gaan gewoon lekker gek doen. Oh. Die mag niet hoog. Oh, die staat er niet op. Toch wel. Oh, Dennis, doe normaal. Hè? 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 Oké, Myron. Zet hem op, hè? Ik heb hier nog één en daar nog één. Dan is de bak op. Oh, dan is de bak op. Nou, nog twee balletjes. Eén daarvan moet sowieso mooi. Ik hoop het. Kom op. Ik heb nog niet heel veel geluk. Dat maakt niet uit. Nog een keer. Als je swingt, zeg maar, dan moet je op het einde je stick loslaten. Nee. Nee. Nou, prima hoor. Super. Ik raak ze tenminste wel. Dat is wel fijn. De eerste niet, maar... Ja. Ja. Komt wel goed, toch? Komt wel goed. Ik ga de camera niet raken hoor. Dat zijn de kijkers, die zal ik nooit raken. Nu is de eerste slag al. Kijk. Kan daar 200. Ja. Ik kan hier ook wel ergens. Ja, juist niet. Ja, kan niet. Ja. Ik sloeg helemaal verkeerd, mensen, sorry. Hij kwam bijna op de camera. Sorry. Ik schopte hem er echt overheen. Ik was bijna op mij dan. Sorry. Wederom, sorry. Top van de top, hè? Nee. Die is nog verdomde goed, ook. Ja. Die is nog verdomde goed, ook. Hij moet wel landen, hè? Hier, nu pas. Lekker. Lekker. Ik heb helemaal de smaak te pakken. Niet normaal. Die was niet zo lekker. Oh! Dat kwam niet, ik zag hem niet. Ik heb hem weer. Ik stop ermee, klaar. Die kwam echt bruin op je hoofd. Ja, die lang erin. Hoe spannend was dat? Ja, ik weet het niet zo. Mooi, wat dat doe ik? Ja, super. Komt je? Kijk, als je daar gaat, dan valt het wat vies tegen. Blijf heel dichtbij. Ik probeer gewoon een mooi trucje voor jullie. Yeah.
lekker. Ja, het ligt wel al weer. Lekker hoor. Oh, die ging allemaal ver hoor. Oh, dat was super. Mooi geslagen. Dennis, ja. Deze bal is speciaal. Welke? Deze bal heeft heel wat meegemaakt, ja. Zoals je kan zien. Kijk, die is al een keer in een gat geweest. Ja. Ja? Komt ie, hè? Ik leg hem voor je neer. Ja. Ah, dit wordt mooi, hoor. Oké. Okay. Jeetje, kerel. Niet normaal, ja. Hoor, hoe jij slaat. Doe je echt netjes. Goed, ja, ja, echt ziek. Ik ben wel heel erg warm. Ja. Jullie gaan veel te goed. Ja. Jullie gaan echt veel te goed. Maar als je nou niet zoveel ballen raakt zoals ik, dan heb ik daar wat voor gevonden. Kijk, pak even het mandje. Mandje van Tichela. Kijk, zet ik hier neer. Zo. Hier heb ik een zwerm ballen neergelegd. Oh, eentje 10 meter rechts. Eentje 12 meter vooruit en eentje 6 meter links. Ja, je raakt altijd wat, hè? Je hebt altijd prijs! Zo! Kijk, die sla ik dan per ongeluk heel goed. Ah, ik vind dat zo mooi, hè, de golven. Ja, die ging eigenlijk niet zo goed. Ah, als ik echt mijn best doe. Oh, je hoort namelijk van zo'n libelle. Zeg dat, ik sloeg bijna een libelle uit de lucht. Yo! Ah. Ik moet even wat ophalen. Ik leg hem weer terug. Ja! Hoppa! Nou, nu kom ik helemaal los. Au! Eigenlijk moet je een helm dragen met golven. Ik zag een beest. Ik ben helemaal aan het trillen, joh. Ik vind het zo leuk. Kijk, dit is al knap, hè? Oh, hij kan niet hoog genoeg. Ik zit onder het putje. Onder het dakgrootje. Ah, jammer. Oh! Oh! Shit! Oh! Die bal die omhoog ging, die ging op het dak, verdomme. Oh, als hij nou hier kwam, dan kon ik hem zo opvangen met de... Met de pet. Oh, was me bijna gelukt. Tweede keer. Klaar liggen. Oké, okay, Dennis heeft hier ook twee ballen. Oké, okay, die onderste moet je ver slaan. Ja, en, die andere schiet dan omhoog en die moet je opvangen met je pet. Dat is de uitdaging. Oh, jij slaat de bovenste ervan af. Ja, dat is moeilijker dan je denkt hoor. Maar vooral die balletjes op elkaar leggen is ook heel erg priegelwerk. Ja, ja, ja. Hebben. Yeah! Atze. Kom op Dennis. Oh, hij ging al wel wat beter, want hij landde nu hier. Die van mij was wat moeilijk te zien, maar het is serieus gelukt mensen. Twee ballen op elkaar, de onderste sloeg ik ver weg. De tweede schoot omhoog en daardoor kon ik hem mooi opvangen met mijn pet. Super nice. Wow, je bent echt een magier. Sla hem uit mijn hand. Nee joh, ben je gek of zo? Grapje. Ben je gek of zo? Nee, ben je gek of zo. Kijk hoe blij ze zijn. Check dan.
Hallo, hallo! Hey! Ik zie een Krolbouwer shirt! Woo! Zal ik even een beetje gas geven? Ja! Komt ie, hè? Holy shit! Hey, veel plezier, hè? Ja! Doei! Doei! Super schattig, joh. Helemaal blij. Het wordt zo vaak gevraagd. Wil je een beetje gas geven? Alsjeblieft, een beetje gas geven. Superleuk. Echt superleuk. We hebben het echt superleuk gehad ook. Ja, trouwens, ook superleuk gesproken. Ja. We hebben net heel even gegeten bij Dennis en zijn ouders. En dat was super lekker. We hebben wraps gegeten. Oh, echt nice. Dat ging er goed in, inderdaad. Ja, dat ging er zeker goed in. Echt heel erg nice. We gaan even kijken bij Stefan. Dat is inderdaad de tweelingbroer van Dennis. Ja, uiteindelijk weer naar huis, Marvin. Ja, maar vind je niet erg, want dan kunnen we morgen motorrijden en dan kan ik mijn nieuwe pakje aan. Ja, dat is waar. Tenminste, het moet morgen wel droog blijven. Het zal me niks verbazen als we later vanavond naar huis gaan, dat het in één keer keihard gaat regenen. Ja, dat kan heel goed inderdaad. Echt keihard en gaat onweren, maar dat vind ik leuk onweer. Ik ook. En dat we dan lekker thuis een keiharde onweer. Kom maar, kom maar. Ja, dat vind ik wel nice. Vind ik ook nice. Dat het net zo hard knettert als mijn auto. Ja, inderdaad. Vroeger vond ik onweer altijd zo eng. Echt? Ja, echt heel eng. Dan ging ik naar mama toe, naar de kamer. En zei, mama, onweer. Echt? Nee, ja, ik heb het nooit eng gevonden. Alleen een keertje toen ik op de camping stond. Toen was het wel heel erg. Ja, maar waaide toen ook hard. Ja, heel hard waaien. En mega harde. Die bliksem en donder was echt zo dichtbij voor mijn gevoel. Dat was wel echt even zo van, oh my god. Dat je kan dan tellen, hè? 1, klopt. 2. En hoe minder je dat telt, dat is echt flits en bam. Flits, bam. Ja, dan zit het heel dichtbij. Ja. En als je boodschappen doet bij de supermarkt, moet je daarna betalen. Dat klopt, hè? Ja. Ja. Nou, ja, dat weet ik gewoon. Ja, sick hoor. Ziek, hè? Intelligentie 100. En als jij 2 pakjes boterhamworst koopt, dan ben je daar 2,39 voor kwijt. Meen je niet. Ja, zo moet goedkoop. Je, moet je maar net weten, hè? Is dat zo goedkoop, 2 pakjes? Zeker, als je eentje gewoon niet afrekent. Dan heb je hem voor 2,39. Nee, joh. Ja, leuk. Oh, leuk, leuk. Nou, moet je eens even kijken wie hier aan het vissen is. We komen net bij je broertje weg. Fisherman, heb je al wat gevangen? Nee, jongen. Niks? Nee. Ja, dan ga je nu wat vangen nu we hier zijn. Nee. Ja, ik kwam wel iets te hard aanrijden, denk ik. Alle vissen weg. Je komt met een lawaai aan, al die vissen weg. Oh man, maar je bent dus voor karpers aan het jagen. Ja, joh. Maar het is nog niks. Nou, jammer. Nee, hij vist hier al 3 jaar. Nog nooit wat gevangen, maar komt steeds terug. Want dan zijn het hier nu voor het eerst. Ja, ik heb hier wel gevist. Maar ja, ik woon hier nu om de hoek. Dus, ja, dit is een mooi plekje hoor. Kijk dan, een mooi stukje water. Maar verder alles goed met je? Ja, goed. Ja? Jullie ook? Ja, nice man. Ja, was het leuk? Ja, ja, zeker. Ja, we hebben lekker golfd. Ja? Ja. Zo, dames en heren. Ik ben weer thuis en ik ben back af van het rijden ook wel. Ik heb het hele stuk van Assen naar Zeist gereden. En vandaag was sowieso echt zo'n warme, kleffe, klamme dag. Dat je daar ook wel een beetje moe van wordt. Dus ik vind het helemaal mooi geweest voor vandaag. Ik kom er trouwens net achter dat dit de 2500ste vlog is. Super sick. En aan de ene kant had ik zoiets van, ah shit, had ik nou maar iets speciaals gedaan voor de 2500ste vlog. Maar aan de andere kant denk ik, ik doe zoveel leuke, gekke, vette dingen. En ik verzin zoveel geks, dat ik ook zoiets heb van, ja weet je, het hoeft niet per se een 2500ste vlog te zijn om iets speciaals te hebben. Want ja, elke dag doe ik mijn best om iets leuks van te maken voor jullie. Dus en dat heb ik vandaag ook gedaan en ik heb echt slap gelegen van het lachen. Met Dennis, met Myron. Superleuk. Bedankt allemaal voor het kijken. Ontzettend tof. Shoutout naar jullie allemaal dat jullie mijn vlogs blijven checken. Dus een blauw duimpje omhoog voor jullie. Ben je nog niet geabonneerd? Dat kan. Doe dat hier beneden. Zou ik heel erg tof vinden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!